Hey mensen, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Mr. Stevia. Zoals jullie weten is Nederland voor een groot gedeelte dicht vanwege het coronavirus. Heel begrijpelijk, maar ook ontzettend jammer. Ik kan nou niet naar crossjumps, ik kan niet gaan zwemmen. Nederland is even een tijdje op slot. Maar niet getreurd, dat is voor mij een goede reden om wat meer met mijn YouTube verder te gaan en jullie blij te maken met suikervrije recepten. En met deze video neem ik jullie mee naar Oostenrijk. Niet letterlijk natuurlijk, want ook daar is het coronavirus. Nee, ik neem jullie met dit recept mee naar Oostenrijk door gewoon thuis lekker kaasjes smeren met prijzelberen te gaan maken. Dus ik laat jullie in deze video zien hoe je dat gaat maken. Ik hoop dat jullie het een leuke video gaan vinden. Laat mij even in de reacties weten wat jullie nog meer willen zien. Het kan van alles zijn. Chocoladerepen, cake, misschien wel een lekker zoet brood. Laat het me gewoon weten. Bedenk het maar. Laat het me weten. En misschien doe ik er wat mee in mijn komende video's. Dus ik zou nu alvast zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Reageer met nieuwe recepten. En veel kijkplezier met deze video! Eerst laat ik jullie zien hoe je de prijzelberenjam maakt, oftewel cranberryjam. En dit heb je ervoor nodig. Verse cranberries uit de vriezer. Om het wat zoeter te maken, verse aardbeien uit de vriezer. En stevia geleisuiker. Wat ga je doen? Je zet eerst een pannetje op het vuur en daar doe je de aardbeien en cranberries in. Ook doe je de stevia geleisuiker erbij en roer je het goed door elkaar heen zodat alles evenredig verdeeld is. Laat het lekker goed doorkoken zodat alles zacht gepureerd is en alle smaken goed vrijkomen. Als het goed doorgekookt is en het prima op smaak is gebracht, dan kun je de jam in een pot doen en dit in de koelkast bewaren. Dan is het tijd om de kaasjesmeren te gaan maken. Het is eigenlijk een soort pannenkoekenbeslag waar je havermeel, stevia sweet extra, wat melk en een gesplitst eitje nodig hebt. Twee gesplitste eieren. Ik heb al prijsgegeven dat het een soort pannenkoekenbeslag is, dus je doet alle ingrediënten bij elkaar, behalve de eiwitten, want die flop je apart op. De rest van de ingrediënten roer je goed door elkaar, net als een pannenkoekenbeslag. Dan doe je de eiwitten in een aparte kom en klop je dit goed op met de mixer. Zorg dat de kom en de mixerhaken goed vetvrij zijn. Zo heb je het beste resultaat met het opkloppen van de eiwitten, want deze moet je opkloppen tot stijve pieken. Als de eiwitten goed stijf geklopt zijn, doe je de rest van het beslag bij de eiwitten en spatel je het voorzichtig goed door elkaar heen, zodat je een luchtig pannenkoekenbeslagje hebt. Als het beslag klaar is, zet je een pan op het vuur en doe je hier wat boter in. De pan laat je goed warm worden. Zodra de pan goed warm is, doe je het beslag in de pan en laat je het even aanbakken. Als de onderkant van de pannenkoek goed aangebakken is, is het tijd om dit te scramblen, net als bij scrambled eggs. Je haalt gewoon een aantal keer de spatel door het beslag, totdat je allemaal losse, gare stukjes krijgt. En klaar zijn je kaasjesmeren. En het is nu tijd om het bord op te maken. Wat je doet is, je zet een bord klaar. Daar schep je wat kaasjesmeren op.
de keesjes smeren, bestrooien royaal met de Green Sweet Icing poedersuiker. En tot slot doe je natuurlijk een flinke dot prijsselberen jam erbij. Zo, ga maar eens even proeven van mijn suikervrije keesjes smeren met prijsselberen jam. Lekker. Mesje verzaakt hoor. Nou, vonden jullie het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Laat even in de comments weten wat je graag nog meer wil zien in deze komende video's. En ik ga nu nog even lekker verder genieten van de keesjesmeren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later!